Hey, vet dat je weer kijkt. Het is weer een lekker zomeravondje. Dus ik ga er even lekker op uit het bos in. Kijken of ik nog wat wild kan spotten. Hoop op wat wilde zwijnen, misschien nog wat reeën. En stiekem hoop ik heel erg ook op wat edelherten. En misschien nog wat andere verrassingen. Dan zal ik maar afwachten wat je tegenkomt. Ik ga er in ieder geval lekker op uit. En fingers crossed dat we een mooie avond gaan hebben. Let's go! Er is nu dus een derde edelhert bijgekomen. En hier al die jonge zwijntjes die opeens zo de dekking eens schoot. Opeens allemaal zagen ze dat hert komen. Allemaal wegwezen. En wat heel gaaf om te zien is dat al die jonge zwijntjes en die herten, dat het prima samen gaat, dat ze elkaar prima dulden. Want die zwijntjes die liepen net gewoon praktisch tussen de poten van het hert naar voedsel te zoeken. En opeens hadden ze zoiets van, nou jongens, weet je, ik vind het alweer mooi geweest. Gewoon weer even bij elkaar en dan weer tussen het hert. Heel leuk om te zien. Best wel succesvol al bij het eerste scherm. Super mooi. Echt een flinke lading zwijntjes. Eduard er nog bij. We laten het scherm nu heel even met rust. Ik ga even bij andere schermen kijken. En zo meteen misschien nog even terug. Even kijken of er dan wat bijgekomen is. Maar dit was wel een heel mooi begin van de avond. Dus ik ben benieuwd wat er verder nog voor verrassingen komen. Nou, bij dat scherm was het ook raak. Een mooie reebok. Hij stond lekker te grazen. Toen hoorde hij hem pas denk ik heel zachtjes aankomen. Toen zag ik hem zo net even opkijken. Wat reeën dan altijd heel goed kunnen. Heel lang gewoon stil blijven staan. En op een gegeven moment of weer verder grazen of doorlopen. Een van de twee. Maar voorlopig alle schermen succesvol. En nu een stukje verder lopen. Er zit nog één scherm. En eens even kijken of daar ook wat te zien valt. Ben benieuwd. Nou, het laatste scherm stond helaas niks. Dus nu eventjes een rondje doorlopen, even kijken of er verder nog wat te vinden is, gewoon op de opere stukken. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop natuurlijk stiekem op nog een paar geleidragers, dat zou wel heel cool zijn. Maar ja, je hebt het natuurlijk niet voor het uitkiezen. Alles is mooi meegenomen. Op een gegeven moment eerste regenspot. Die stond tussen de bomen en die had ook geen zin om op de camera te verschijnen. Dus iedere keer liep hij na 3 seconden het shot eruit. En ook later nog een andere reebok die er vandoor ging. Redelijk dicht bij elkaar. Maar deze die bleef wat langer staan, stond nog even mooi te poseren en die ging er toen ook vandoor. Fantastische beesten en brengt de score ook alweer op 3 reebokken, 3 edelherten en een heleboel biggetjes. Ja, dat was genieten. We kwamen net weer aan bij het eerste wildscherm. En we konden van afstandje al zien dat er, dat er wat op het veld stond. Toen kwamen we daar aan en toen stonden er naast de biggen die we al eerder gezien hadden, daar een aantal van. Ook nog een heleboel volwassen zwijnen. Dus dat was al heel cool. En ook nog een roedel met hindes. En bij die hindes liepen ook nog een aantal kalfjes. Het is nu begin juni. En eind mei, begin juni, dan worden altijd weer de edelhertenkalfjes geboren. En dat zijn echt nog van die kleine gevlekte edelhertjes. En het is gewoon ontzettend leuk om te zien, zeker als ze nog redelijk jong zijn. Zijn ze nog een beetje wiebelig op de pootjes soms. En hebben ze ook nog van die hele grote oren in verhouding tot hun kop. Ja, dat is altijd genieten. Het is ook altijd weer feest als ik de eerste weer zie. En wat ook wel heel cool was om te zien, of heel cool, heel interessant juist, is dat die zwijnen, die liepen een beetje te ravotten achterin. En dat af en toe dat ze dan opeens tussen de edelherten doorschoten, dat die herten wel zoiets hadden van,
wat gebeurt hier nou? Komt er opeens een zwijn tussendoor gedenderd? Dus die waren wel aardig waaks. En op een gegeven moment ook is toen gebeurde er waarschijnlijk iets in de bosrand, waar zowel de zwijnen als de herten van schrokken. En je zag direct al die herten, die zag je zo om zich heen kijken, zekeren noemen ze dat. Dus eigenlijk kijken van nou, goh, ik hoor geluid, waar komt het vandaan? En vervolgens toen massaal allemaal weer de bosrand intrekken, net als de wilde zwijnen. Dus het was op een gegeven moment binnen een mum van tijd, waren al die beesten waren vertrokken. En was het hele veld weer leeg op een paar zwijntjes na. Nee, dat was ook voor mij een beetje de cue zo van, oké. Tijd om naar huis te gaan. Het begint ondertussen ook alweer een beetje donker te worden. Dus ik heb genoten vanavond. Ik hoop natuurlijk dat jij ook het leuk vond om mee te kijken. En sowieso hoop ik ook dat je dan de volgende keer weer kijkt. En zie ik je dan weer. Tot dan!